Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we geen recept maken. We gaan gewoon lekker de WGA schoonmaken. Vakantietijd staat er voor de deur. Dus dat betekent dat ik een van mijn favoriete barbecues weer van stal mag halen. De Weber Go Anywhere, oftewel de WGA. Als je de podcast van Dennis en mij, Vurige Verhalen, luistert, dan heb je al gehoord dat wij heel enthousiast zijn over dit barbecue. Dit is eigenlijk mijn go-to barbecue voor als ik op vakantie ga of satéetjes maak. En voor de rest gebruik ik hem eigenlijk nooit. En dat vind ik aan de ene kant zonde, maar aan de andere kant, ik heb hier zoveel mooie barbecues staan. Ja, dus daarom. Nou, van de week post ik al deze foto op Instagram en Facebook. Nou, daar kwam wel wat rumoer door. Zo erg dat ik zelfs even wat posts weg heb moeten halen. Want er werd niet zo netjes gereageerd. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen mening. Één iemand die vond dat ik niet zo netjes omging met mijn barbecue. Nou goed, misschien zijn er mensen inderdaad. Ik hoef hier eigenlijk geen antwoord op te geven, vind ik. Maar ik vind toch even, ik wil het gewoon even uitleggen. Sommige mensen zijn inderdaad zo zuinig op hun barbecues en poetsen ze iedere week. Ja, ik ben zo niet. Noem me maar een luie barbecuer. Maar in mijn leven is niet alles perfect. En misschien een andermans leven wel. Super voor je, maar niet bij mij. Mijn fiets zit bijvoorbeeld ook onder de spinnenwebben en zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen. En zo zijn mijn barbecues ook niet altijd schoon. In ieder geval niet aan de buitenkant. En dat is bij deze dus ook het geval. 48 weken per jaar staat hij te stoffen en één keer per jaar krijgt hij gewoon een lekkere beurt. En dat is vandaag. Dus laten we gewoon lekker de hoek in duiken en gaan we de barbecue even schoonmaken. Voordat we beginnen met schoonmaken, even wat tekst en uitleg over deze barbecue. Want ik kreeg al reacties van, goh, vet die houten hendels. Weet je wel, of zo werden ze vroeger nog gemaakt. Want tegenwoordig komen ze zonder hendels. Er is ooit een keer, volgens mij in Frankrijk, is er iets geweest. Dat ze deze aan het verplaatsen waren of zo. En er is iets misgegaan of door een tafel, plastic tafel ingezakt. Iets in die richting. Ze zijn een hele lange tijd in ieder geval niet op de markt geweest. Super zonde natuurlijk, maar gelukkig zijn ze weer verkrijgbaar. Alleen met plastic handvaten, deze niet. Deze zijn weg. Bovenop alleen een plastic handvat. Het ziet natuurlijk wat minder uit. Ik heb houten handvaten aan de zijkant. Dit beestje is helemaal niet zo oud. Ik heb destijds hadden ze de Weber Fireplace. Tegenwoordig is die ook met plastic handvaten. Maar toen ik deze kocht was die nog met houten handvaten. En heb ik een setje extra daarvan besteld bij een Weber dealer. Dus die heb ik netjes hier aan de zijkant gemaakt. Zodat ik mooie houten handvaten heb. Hierbovenop, Dennis die was scherp om te zien van hey, hoe kan een houten handvat wel een hitteschild hebben. Want dat was vroeger niet. Dat komt dus inderdaad dus ook weer door die Weber Fireplace. Zo wordt hij tegenwoordig geleverd met beschermertje, met warmteschild. En daar heb ik ook een Weber Fireplace handvat, een houten handvat op gedaan. Ik had toen een Weber Fireplace, heb ik er eentje vanaf gehaald. En de andere, ik heb er één setje bij gekocht. Ik had dus een setje op de Weber Fireplace zitten. Het andere handvat zit op mijn Jack Daniels UDS. Ik zal eens kijken of ik daar een fotootje nog van voorbij kan laten komen. Maar in ieder geval, daar komt deze vandaan. Nou, wat gaan we doen? Ik wil hem ook gewoon echt even de handvatten uit elkaar schroeven. Even een beetje, klein beetje opschuren, in de olie zetten. En voor de rest gaan we hem helemaal schoonmaken. En ik laat jullie mooi meekijken. Dus laten we gewoon lekker aan de slag gaan.
grootste spul aan de buitenkant is weg. Ik weet niet of dit herkenbaar is, maar ik ben altijd aan het buigen met deze. Vaak, en nu valt het mee, maar vaak inderdaad is hij naar binnen gebogen en dan moet ik hem weer terugbuigen. En je ziet al hier inderdaad dat ik hem al vaker heb teruggebogen. Dat er een knik in zit. Maar ik was even benieuwd of ik de enigste ben die daar tegenaan loopt. Dus laat alsjeblieft even weten onder in de comments. Of de commentaren. Kijk, dit heb ik de vorige keer wel slim gedaan. Aluminiumfolie eromheen. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik op vakantie ga. Even een notitie naar mezelf. Eerder eraf halen. Want dit werkt niet. Oké, ik ben me nou net. Dit is trouwens geen jaar geleden geweest. Dat hadden jullie denk ik ook al in de gaten. Dit is 3 jaar geleden. Maar ja, vorig jaar zaten we natuurlijk met corona, het jaar daarvoor ook. En toen was ook net ons laatste derde zoontje geboren. Dus toen zijn we in vakantie geweest. Dus okay. Deze staat misschien al 3 jaar zo. Dat verklaart in één keer dat het heel veel werk is. Maar goed, we gaan gewoon door. Zorg gewoon dat die dak weer lekker netjes in orde is. En dan staat hij dan weer helemaal spik en span voor de vakantie. Ja, wat ik net al zei, ik kwam net tijdens het poetsen erachter dat het toch wel iets langer geleden is dan dat ik eerst dacht. Want inderdaad, door corona en de geboorte van die kleines is dit de eerste keer in 3 jaar dat we weer op vakantie waren gegaan. Daar was ik even vergeten. Kijk, en dan zal ik jullie even van binnen laten zien. Zoals je kunt zien heb je nu echt gewoon een klein koffertje waar je alles in kan bewaren. Je kersenhoutsnippers, of in ieder geval je houtsnippers, je cambro shaker. Mijn kruiden gaan natuurlijk uiteraard mee, maar ook mijn messen, aanmaak wokkeltjes. Kokosbriketten koop ik meestal gewoon in de buurt bij de camping.
Maar goed, je kunt nu echt alles hierin kwijt. En daarna gewoon dichtklappen, dichtvouwen. En je bent good to go. Dat was hij dan alweer. Iets andere video dan we gewend zijn, maar voor mij niet minder leuk om te doen. Ik heb mijn handen vies gemaakt en de barbecue schoon. Dus we kunnen gewoon lekker op vakantie. Dus ja, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne vakantie en tot de volgende.